Met betrekking tot de veiligheid in Suriname wordt de operatie Zero Tolerance voortgezet. Dit maakte minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie gisteren tijdens de persconferentie in navolging van de regeringsraadvergadering bekend. Voor wat betreft de veiligheid, een paar dagen terug heeft Korpspolitie Suriname, de korpsleiding, heeft een uitgebreide persconferentie gehouden daarover. Maar dat ontslaat mij niet om ook aan te geven dat voor wat betreft de recente ontwikkelingen, ik mag aangeven dat het project Zero Tolerance wordt voorgezet. Niet zo lang terug is het ministerie ook gelukt om 11 voertuigen toe te wijzen aan het Korpspolitie Suriname, ook 2 bussen. Volgens mij 4 voertuigen aan KPA. En het is natuurlijk een druppel op een heel hete plaat. Maar we zouden zeggen, alle beetjes helpen. Ik kijk natuurlijk uit naar meer mogelijkheden om de mobiliteit van het Korpspolitie Suriname, maar ook de andere korpsen, om daarin wat verandering te brengen. Voor wat betreft veiligheid binnenland, we hebben de laatste tijd ook wat gruwelijke berovingen gehad, onder andere bij Villa Brazil. Daar wordt het onderzoek voortgezet. De focus voor de komende maanden om toch wel de veiligheid in het binnenland onder beheersbare, eigenlijk terug te dringen, is vaste posten op Stoelmanseiland, Guyaba. In de buurt van Guyaba zal er een politiepost komen. Sneezy Condre, daar wordt in samenwerking met Newmont, wordt dus een politiepost, politiebureau, dat ook andere diensten zal faciliteren, daar wordt opgezet. Kijken ook naar, er zijn ook plannen om bij het Stuurmeer ook de politie te huisvesten. Verder de bouw en modernisering van de controleposten. Klaaskreek, Stolkers-Ijver, Pikin-Saron. En ja, dat moet het zijn. Verder in Zuidoosten, Suriname, bij Lawa Antino, het leger was daar. Ze hebben zich teruggetrokken. En ik heb de toezegging van mijn collega van Defensie dat deze post dus zal worden overgedragen en ter beschikking gesteld zal worden van het Korpspolitie Suriname, zodat inderdaad daar ook een politiebureau kan worden gevestigd. Niet dat de politie daar aanwezig is, maar het zou goed zijn om een sterkere politie-eenheid daar te hebben. Voor wat betreft de surveillance, monitoren van activiteiten in het binnenland, is er ook een project begonnen met IDB, waarbij digitale surveillance gefaciliteerd zal worden. Dit project zal in samenwerking met Brazilië worden uitgevoerd.